Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een jufvideo. En ik ga mij voorbereiden voor het nieuwe schooljaar. Dus als je het heel erg leuk vindt, doe zeker een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan heel veel kijkplezier. Het is dus zomervakantie en ik ga me voorbereiden voor het nieuwe schooljaar. Ik heb dit jaar groep 8. Vorig jaar was mijn eerste jaar als leerkracht van groep 8. En ik heb wel dingetjes dat ik dacht, dit wil ik in de zomervakantie al doen. En ik dacht, ik ga jullie daar een beetje in meenemen. Ik zeg niet wat ik doe, dat dat 100% goed is en dat jij dat ook moet doen. Maar dit zijn gewoon de dingen die ik heel erg fijn vind en misschien heb je er iets aan. Dus daarom neem ik deze video's ook op. En vandaag hebben we echt een superleuke, vind ik zelf. Want ik hou hier echt heel erg van. En laat ik vooropstellen dat dit niet verplicht is om te doen, maar ik vind het heel erg leuk om te doen. Het is namelijk de versiering in je klas. Vorig jaar en het jaar daarvoor heb ik 2 jaar thema smileys en emojis gedaan. En dat was echt superleuk. De kinderen vonden dat ook heel erg leuk. En ik heb bovenbouw, dus ik vond dat ook heel erg passen. Alleen, ik krijg dus weer mijn groep die ik al een keertje heb gehad. En ik vond het niet leuk om hetzelfde thema te doen. Dus ik heb voor dit jaar een nieuw thema bedacht. En dat is namelijk het thema film, filmsterren, een beetje zo. En dat gaan we dus nu helemaal klaarmaken. Ik ga niet mijn hele klas volhangen. En ik ga ook nog dingen met de kinderen maken. Maar ik dacht, het is wel een heel erg leuk thema. En het past ook wel een beetje bij groep 8. Ik zal even in beeld wat dingetjes zetten die ik heel erg leuk vond. Nou, als eerst vond ik deze heel erg leuk, maar die zal ik eventjes in beeld zetten. Een verjaardagskalender voor op de deur en dan A Star is Born. En dat vond ik gewoon heel erg leuk. Verder, die wc-lampjes vond ik heel erg leuk. Dus die ga ik denk ik doen. Ik dacht sowieso leuke sterren voor op de deur. En je hebt dus ook het sterretje van de week. Dus iemand die qua complimenten in de shine staat. Maar dat ga ik pas in de 4e of 5e week doen. Ik wil eerst gewoon even kijken hoe het gaat. Ik vond deze ook heel erg leuk met Look Who's Popping In. Dus ik dacht, daar gaan we mee beginnen. En dan ga ik alles een beetje dat thema doen. Dat vond ik wel heel erg leuk. Heb ik geluk dat ik wel iets heb gemaakt. Gelijk ook een tip voor jullie. Einde van het schooljaar hebben kinderen vaak niks te doen. En ik heb er gewoon voor gezorgd dat kinderen heel veel voor mij hebben geknipt. Dus deze is al gemaakt. En de popcornjes zijn dus ook al gemaakt. Dus eigenlijk hoef ik dit alleen nog maar op te hangen. Ik vind hem echt heel erg leuk. Want dan heb ik toch iets met alle namen. En eerst had ik smileys met alle namen. En ik maak dit allemaal via de site PicMonkey. Is betaald, maar ik vind het een heel erg fijn programma om mee te werken. Nou, dit is dan die popcornbak. En dan heb ik hier alle popcornjes. Maar hier zo zie je ook nog dit. En dit vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Dus die ga ik er ook nog bij maken. Dit is dus het programma dat ik gebruik. En hier heb ik ook die popcornbak gemaakt. Dus ik ga het ook in hetzelfde lettertype doen. Want dat vind ik wel heel erg leuk. En dan doe ik gewoon een rood blaadje in de printer. Dan hoef ik ook niet in kleur te printen. Nou, ik heb hem even gelamineerd. En deze heb ik dus ook gemaakt. Ik ga nu even op alles kneedgum doen en dan ga ik ze opplakken. Nou, dit is toch super leuk. Nou, ik ben hier helemaal blij mee. Het ziet er gelijk heel anders uit. Voor de verjaardagen wil ik dus eigenlijk zoiets doen. Maar ik ga dit ietsje groter denk ik maken. Ik vind ze nu toch nog best wel klein. En ik twijfel dus of ik ze in kleur of dat ik ze gewoon in zwart-wit doe. Even nadenken. Nee, ik ga dit toch in zwart-wit doen denk ik. Kijk, ik denk dat ik het zo ga doen. En dan ga ik het straks allemaal op die deur plakken. Nou, op de deur maak ik dus altijd alle verjaardagen. En ik heb hem dus nu zo. Deze voor bovenin. En dan heb ik alle maanden van het jaar. En dan gaan we nog van met die bitmojis gaan we dat nog ophangen. Maar dat wordt de eerste knutselopdracht van het jaar. Maar ik zal alleen even laten zien hoe ik het ga ophangen.
sommige dingen film ik niet op dezelfde dag. Dus misschien dat ik er anders uitzie. Maar we gaan verder met de wc-lampjes. En dit jaar had ik dus dit wc-lampje. En als ze die dan inklikken, dan gaat het lichtje aan. En dan weet ik dat er iemand naar de wc is. Alleen deze is nu leeg. En ik had twee hele leuke gezien. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dus ik ga deze eraf halen. En dan ga ik even laten zien wat mijn idee is. Kijk, ik had dit gezien en dit vond ik er wel echt heel erg leuk uitzien. En ik had een bestandje gevonden op Facebook. En dit zijn de lampjes. Deze zijn gewoon van de Action. Heel goedkoop. Je moet er wel zelf nog batterijtjes in doen. Dus dat ga ik nu doen. En dan ga ik hem even vullen. Nou, kijk hoe leuk dit eruit ziet. Zo, en dan kan je dit zo aanklikken als de wc bezet is. Alleen het enige is, hoe ga ik dit opplakken? Daar moet ik even naar kijken. Dus ik dacht, misschien maak ik een rondje en dan maak ik er een gat in. Even kijken of dat lukt überhaupt. Nou, ik heb maar even hier een gat in gemaakt. En dan heb ik die lampjes zo. En dan ga ik die zo meteen ophangen. Ik moet deze nog even vastschroeven. En dan heb ik leuke wc-lampjes. De kinderen hebben dus bij ons van dit soort laadjes. Deze. En daar kunnen ze dan hun spullen in doen. Alleen, het is altijd heel erg leuk om hier kan je dus een tafellaadje houder in doen eigenlijk. En ik heb natuurlijk het thema film. Dus ik heb er eentje ontworpen die ik er wel heel erg leuk bij vond passen. Zal ik even laten zien. Kijk, en dit heb ik dus voor de laadjes gemaakt. En dit heb ik gewoon op internet gevonden. Wat ik dan altijd doe is, ik vul dan bijvoorbeeld in camera en dan PNG. En dan krijg je dus altijd van dat soort afbeeldingen. En hoef je dus ook niet te knippen. Nou, ik vond dit helemaal leuk. Dus die ga ik even in de laadjes doen. Nou, ik heb hier de kaartjes. Dus die ga ik eventjes in de kastjes doen. En dan laat ik de kastjes openstaan, zodat ik gelijk dat kan doen. Nou, ik heb de namen heb ik hier ingedaan. En ik ga nu eventjes de spulletjes op tafel leggen. Dus de stiften, alle werkboekjes, zodat het er allemaal gelijk in kan. Want ik heb ze allemaal opengelaten. Kijk, voor het start van het schooljaar heb ik deze. En die ga ik dan eventjes lamineren. Ik zal het zo meteen even laten zien. Dan kan ik dat op de tafel leggen. 8 heb ik er nodig. Ik dacht dus dat ik hem al had geprint, maar ik kan hem nergens meer vinden. Nou, ik heb dus alles geknipt. En wat ik dus doe, dit kunnen ze dan als boeken leggen of iets anders gebruiken. En het ziet er ook nog eens heel erg leuk uit. Ik heb dit heb ik bij de Action gekocht. Volgens mij was het 1,40 per dingetje. En dan doe ik deze dus bij dat kaartje. Kijk, en dit leg ik dan op tafel, heel cute. Dus dan hebben ze een geel stiftje met Wish you a bright school year en alle namen van de klas. Dan hebben ze ook gelijk iets te doen in de ochtend. Oké, ik heb nog een nieuw projectje. Het laatste projectje voorbij het thema. Ik zal het even laten zien. Ik had namelijk deze gezien en die kan je online kopen. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten, maar ze hebben dus heel veel in dit thema van voor de leerkracht. En kijk, deze vond ik heel erg leuk. En deze ook. Dus ik ga dit nu eventjes in dit schilderij doen. Ik heb een nieuwe gekocht. En dan ga ik dat eventjes ophangen voor bij de deur. Ik heb hem een beetje aangepast, maar ik vond dit eigenlijk wel heel erg leuk. Of denken jullie dat ik de achtergrond in kleur moet doen? Nee, zo. Kijk, ik heb hem een beetje aangepast, maar hoe leuk is dit? Nu hopen dat hij hierin past. Dat gaan we maar gelijk eventjes proberen. Ik denk het eigenlijk wel. Nou, ik ben hier zo blij mee. Het ziet er echt heel leuk uit. Ik ga hem gelijk even ophangen. Ja, ik ga het nu gelijk doen. Nou, ik heb ook nog een pakketje met spullen van Shein. Dus die ga ik eventjes openmaken. Ga ik even op het TikTok doen en laat ik zo meteen even zien wat erin zit.
Nou, als eerst heb ik deze roze muismat gekocht. Die ga ik zo meteen even op mijn bureau leggen. Hij is wel echt super groot. En ik heb dus deze dingetjes voor de wisbordjes. Dus dat is ook heel erg fijn. Zodat ze dat kunnen gebruiken voor op een wisbordje en niet zo'n vies doekje hebben. Dan heb ik deze pennen. Uitwisbare pennen. Leuke smiley magneetjes. Een soort boekenlegger. Deze kan je op het bord doen. Daar kan je stiften in doen. Dan heb ik hier nog leuke stickers. Een nietje. En oh ja, deze. Om een boek in te zetten. Leek me ook wel heel erg handig. Nou, hieronder ga ik dus 5 ballonnen hangen. En dan in elke ballon doe ik een opdracht. Zodat ja, ik voor elke dag een leuke gouden week opdracht heb. Maar dat gaan jullie zien in mijn eerste weekvlog. Maar het ziet er in ieder geval wel heel erg leuk uit. Nou, uiteindelijk heb ik dit dus als decoratie. Ik heb gewoon welkom in groep 8, omdat ik dat heel erg leuk vond. Dus deze is er qua decoratie. Dan heb ik hier de wc-lampjes. Dan heb ik hier A Star Is Born. Ik moet die nog wel eventjes omdraaien. Maar hier komen dus van die bitmojis. Ga ik in de eerste week vlog samen met ze maken. Dan heb ik qua decoratie ook nog deze. Dit is een van mijn favoriet. Vind ik echt heel erg leuk. Dan heb ik deze ook nog bij de deur. Ziet er ook echt super leuk uit. Dus helemaal blij met mijn decoratie. Nou, dit was alle decoratie die ik heb gemaakt voor het begin van het schooljaar. In thema film. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb alle linkjes in de beschrijving gezet. En dan heel erg bedankt voor het kijken. Laat zeker een reactie achter. En dan hoop ik je snel weer te zien bij een nieuwe video.